Als beste veulen hebben wij gekozen nummer 21 vanwege zijn hele mooie rasuitstraling en zijn geweldige mooie elastische draf. Gefeliciteerd! Voor ons is de beste van vandaag kampioen en het beste Merrie Veulen, nummer 48, het meest complete veulen. Gefeliciteerd. Mooi ras, heel snittig veulen, heel goed in stap en ook liet een hele nette, soepele draf zien met een mooi zweefmoment. Maar voor ons spraken er twee echt uit en dat is geworden de kampioen, nummer 64. Een heel mooi kampioenstwenter met een heel veel uitstraling, mooi hoofd, hele mooie gevormde hals, goed gelijnd, correct beenwerk en een super stap en een hele mooie draf met heel veel zweefmoment. En dan moeten we hier uit de kampioen en reservekampioen kiezen. Het zijn twee hele goede paarden, maar we hebben gekozen voor het paard dat in alle onderdelen het meeste uitblinkt. En dat is geworden nummer 80, reservekampioen nummer 100. Gefeliciteerd! Nummer 80, een paard met heel veel rasuitstraling. Mooie langgelijnde merrie. Merrie met heel droog beenwerk en correct gesteld beenwerk die heel mooi resoluut stapt. En draaf met een krachtig achterbeen en heel veel zelfhouding. Van de oudere merries, de vier tot en met zesjarige stermerries en de kroonmerries. Prachtige paarden, allemaal goed in het model staand. Maar er is toch één paard wat eruit springt, dat is nummer 111. Een heel mooi droog beenwerk, een goede stap en een sublieme draf. Vanochtend liet hij het al zien en vanmiddag draagde hij weer de sterren van de hemel. We'll be right back.
weten zich keer op keer uitmuntend te presenteren. Ik heb de beide paarden al beschreven. Nummer 80, een geweldig gelijnd paard met zeer veel ras, die uitzonderlijk goed stapt en heel goed draaft. En dan de nummer 100, die voornamelijk opvalt om haar uitmuntende draf. De volgorde blijft gelijk. Kampioen wordt nummer 80 en reservekampioen nummer 100. Gefeliciteerd. De fokvereniging Twente Achterhoek kan terugkijken op een prachtig stralende dag. Opvallend waren de driejarigen waarvan er 17 sterren werden en waarvan er 7 met een eerste premie naar huis gingen. De kampioenen zijn dan ook gevallen bij de driejarigen. Twee prachtige, mooie Friese merries met mooi bouw en goede gangen. Ook de Twenters waren goed en ook de oudere paarden hadden veel eerste premies. Ik denk dat de fokdag hopelijk alleen nog maar vooruit gaat.